Hallo allemaal, ja. Moeten opschieten natuurlijk, ja. We moeten een beetje voortmaken, want om 8:30. Ja, luister, ik heb ook niet alles te vertellen thuis. Maar dan wil mijn vrouw per se naar die tv kijken achter mij, naar de Meilandjes. Dus, ja, dat zijn geen grapjes. En daar heb ik ook heel erg naar te luisteren. Ja, want ik kan wel natuurlijk heel stoer beweren dat ik de broeken aan heb thuis, maar dat is niet zo, beste vrienden. Nee. Om 8:30 is het gewoon de Meilandjes. Ja, ook in Huize Vermegen. Ja. Het zij zo. Hey, luister eens even goed, jongens. Goedenavond allemaal. We zullen even kijken. Want we hebben allemaal Danny Jonge die zegt hoi. En Jan Zaal die zegt ook. En die zegt ook hoi Harco tegen mij. En Mike Burgers. Ja, ik zie al jullie namen staan. Maar ik had al een vraagje gekregen van Dave Lievensen. Ja, Dave. Maar jij zei, ja, wat moet Arjan Robben nu doen? Ja, Arjan Robben, ja. Want dat is natuurlijk het verhaal van het afgelopen weekend. Die Robben, die zich daar maanden naartoe gewerkt heeft om daar voor Groningen te spelen. Ja, wat hebben we gezien allemaal gisteren? Ja. Pijnlijk, pijnlijk. Maar goed, luister nou even goed. Eigenlijk kwam het niet als een verrassing, want Robben, en dat weten we, dat is de man van glas. Ja, dus, zou die een blessure kunnen oplopen? Ja, en daar heeft iedereen natuurlijk uitgebreid voor gewaarschuwd toen hij zich presenteerde en zei van, ik kom terug. Maar, goed. Nou kunnen er twee dingen gebeuren. Je kan zeggen, ja, hij moet stoppen. Dit was het. Nooit meer aan voor denken en gewoon lama. Maar kijk, hij zegt zelf, zegt hij nu, ja, jullie zijn nog niet van mij af, want ik wil doorgaan. Ja, is dat verstandig? En daar hebben we het grote probleem van dit hele verhaal. Het gaat. Is dat Arjen Robben stopt en dat hij gewoon op de bank gaat zitten als assistenttrainer bij Danny Buis, bij FC Groningen en op de trainingen die jongens gaat helpen met de fijne kneepjes van het vak. En daar zou hij heel veel plezier uit kunnen halen. Dat is het meest verstandige. Maar we hebben ook te maken met de passie en met het hart en met het gevoel. En daar schuurt het gewoon keihard met Arjan Robben. Want Robben is een gozer van de passie. Is er eentje die houdt van voetbal? Die houdt van het spelletje. Die is daar stapelgek op. Die wil niks anders dan dat. En moet je dan verstandelijk gaan denken? Er zijn zoveel dingen in het leven waarvan mensen zeggen: ja, dat moet je verstandelijk doen. Luister, het meest verstandige is dan dat hij op de bank gaat zitten bij Groningen. Dat is het beste voor Robben en voor Groningen. Maar, ik zei het al, de passie en alles. En dat moet hij gewoon doen. Hij wil doorgaan. Hij wil het nog één keer laten zien. En misschien loopt hij wel weer tegen blessures op. Maar goed, jongens, laat gaan. Zo moet het zijn. Laat die jongens zijn hart volgen en daar gaan we hem in steunen. Veel succes, Arjen. Ja, er vroeg iemand, die zei tegen mij, ja, je moet meer met je zoontjes gaan praten, want hij heeft gelijk gescoord. Ja, de Graafschap, luister eens goed, die zoontjes die gaat mij nog een shirt sturen. Ja, ik krijg de officiële nummer 9 van de Graafschap, die krijg ik nog opgestuurd. Ja, en die zal ik dan af en toe op belangrijke momenten, let op, daar in Doetinchem, zal ik dat shirt aantrekken. Ja, en dan moet dat geluk van, dan moet dat shirt van Santjes, dit moet geluk gaan brengen. Dat kan gewoon niet anders. Dus dat gaan jullie in de toekomst nog zien. Ik zal het laten zien, hè, desnoods met een foto, als het shirt binnen is. Nou goed, wat hebben we? Even kortere antwoorden, zegt iemand. Ja, maar luister, wil je het hele antwoord over Robben of niet? Dat kan niet heel kort, dat kan ik niet echt in 30 seconden doen hoor. Nee, dan moeten we heel van alle kanten
even bekijken. Tagliafico, zegt Jan Heijn. Was dat rood, ja of nee? Volgens mij totaal niet. Totaal niet. Niks te maken met rood. Nee, hij komt ervoor. Hij krijgt heel ongelukkig die bal tegen zijn hand. En dat is het dan. Ja, dat had hooguit geel kunnen zijn. En nu, ja, ik weet niet wat er allemaal is nou met die scheidsrechters gebeuren. Want ja, nu doen ze ook weer met waar moet je je arm houden dan? Ja, moet je arm hier houden, daar houden, langs je lichaam, hoe ver van je lichaam? Mag dit dan nog wel, mag dit dan weer niet? Maken we allemaal houten klazen van die voetballers die alleen nog maar met hun handen op hun rug of in hun broek mogen staan? Ik bedoel, wat gaat dit allemaal worden? En dan fluiten voor elke bal tegen elke vinger, hand of elleboogje. Weet je, ik vind het niks hoor. Ik vind het niks. Nee, Tagliafico was absoluut geen rood, beste vrienden. Wie wordt de nieuwe bondscoach? Zegt Jordi van der Wal. Ja, Jordi, luister eens goed. Die KNVB die heeft nou al 2 kandidaten gevraagd waarvan we zeker wisten dat ze het niet zouden gaan doen. Rijkaard, dat heb ik al behandeld op het kanaal. Maar nu hebben ze ook Peter Bos gevraagd. En Peter Bos, die had al gezegd: ik heb geen zin om nu bondscoach te worden. Die functie komt te vroeg voor mij. Ik wil nog even bij een club een tijdje werken. En dan in de toekomst word ik bondscoach. Daarbij had Rudy Vuller van het Leverkusen, die had gezegd: we laten Bos niet gaan. Dus wat ga je nou als KNVB doen? Waarom ga je bellen? Ik bedoel, dat heeft geen zin. Dus nu heb je al 2 kandidaten die nee zeggen. Dus degene die je nu gaat vragen is derde keus. Ja. Ja, en ik heb steeds gezegd Ten Kate, maar die vinden ze dan ineens onbetrouwbaar. Dat zegt dan iedereen. Ja, maar Ten Kate is onbetrouwbaar. Want die heeft het journalist mee laten luisteren bij een gesprek van de KNVB. Ja, maar toen werd Ten Kate wel, die werd toen wel voor leugenaar uitgemaakt. Want die had toen een gesprek gehad met Van Breukelen. En Van Breukelen die ging dat allemaal weer ontkennen. En om toch even te laten horen en weten aan iedereen van, jongens, zo is het niet gegaan. Toen heeft Ten Kate dat laten horen. En nou wordt dat uitgelegd als zijnde onbetrouwbaar. Nee, de KNVB was toen onbetrouwbaar. Ja, want die hadden Ten Kate eigenlijk die functie beloofd. Die kwamen daar dus op terug. Zo is dat gegaan. Ja. Dus ik, jongens, ik blijf nog steeds bij mijn kandidaat Ten Kate. Ja, is Ajax sterk genoeg Europees gezien? Ja, in principe wel. In principe wel, wat ik gezien heb in de oefensessies. Ja, Ajax speelt gewoon weer frivol, fantastisch voetbal. En moet dus ook moeiteloos kampioen kunnen worden. Ja, absoluut. Jazeker. Wat vind je van Anthony? Die Anthony, ja, daar heb ik dus al heel bijzondere dingen van gezien. Die kan dingen met een bal. Ja, dat gaan wij niet vaak meer zien op de Nederlandse velden. Dus die Anthony, ja, daar moeten we voorlopig. Geniet elke wedstrijd van hem, want je weet niet hoe lang we hem hier houden. Want er gaat natuurlijk een grote club voor komen. En dat gaat niet lang duren. Misschien heeft Ajax hem maar 1 seizoen. En dan moeten ze hem alweer verkopen. Dus ik zou zeggen, elke keer als die Anthony speelt, kijken. Kijk naar Anthony. Nou, wat hebben we nog meer? Haalt Koeman de kerst? Ja, dat is de goede vraag van Dion. Dion, luister eens even goed. Koeman, die trekt daar volkomen zijn eigen plan. Die trekt zich niks aan van al het gezanik en alle gezeik bij Barcelona. Want toen hij daar kwam, ja, toen liep hij natuurlijk midden in een mijnenveld. En het was een chaos en een gedoe van je welste. En nu, je zal zien. Het wordt nu langzaamaan rustiger. En hij gaat spelen zoals hij dat wil. En hij heeft het al helemaal in zijn hoofd. Zijn elftal, wie er gaat spelen, op welke posities, hoe die Messi wil gaan gebruiken. Dat heeft hij al helemaal vastgezet in zijn hoofd. En dat gaat hij uitvoeren. En dat is bij hem, en als ik dat zeg, moet hij daar altijd om lachen als ik het zeg. Maar ik zeg het weer. Hij voert dat uit als een soort militaire operatie.
Hij gaat gewoon door roeien en ruiten. Alles moet aan de kant om dat ene doel te bereiken. Zo was hij als voetballer, zo is hij als trainer en zo gaat het ook gebeuren. Hij haalt zeker de kerst. Let maar op. Want hij gaat het gewoon verdedigend zo neerzetten, want hij was natuurlijk een verdediger. Zo heeft hij Feyenoord weer aan het voetballen gebracht. Zo heeft hij het Nederlands elftal weer aan het voetballen gebracht. Hij zet het verdedigend zo neer dat er rust komt en zelfvertrouwen. En dan gaat Barcelona ook weer voetballen. Tot zover. Wordt Feyenoord kampioen? Hoe? Wie vraagt dat? Peter. Peter Vogelaar. Ja, Peter. Wordt Feyenoord kampioen? Ik heb naar Feyenoord zitten kijken tegen PEC Zwolle. Nou ja, daar werd ik echt niet vrolijk van. En dan heb ik een Feyenoord hartje. Mijn Feyenoord hartje klopt. Maar mijn voetbalhart zat heel zachtjes te huilen. Want ik word, dat word, ja. Goeie God, dat noemen ze dan zakelijk. Zakelijk voetballen. Maar ik heb daar dus niks mee. Degelijk voetbal heet het ook. Daar heb ik niks mee. Daar zit ik niet voor te kijken. Ik wil leuk voetbal zien. Ik wil mooie acties zien. Ik wil mooie combinaties zien. Allemaal niet gezien bij Feyenoord. Bij Feyenoord was het. Lijkt wel eens vroeger. Had je dat, weet je wel? Achteruit rijden, even in die eendjes. Met het commentaar van André van Duin. Dat had je. Het werd alleen maar achteruit gehold. En was al verdedigend voetbal. Bij PEC Zwolle uit. Sorry, je bent Feyenoord. Feyenoord moet PEC Zwolle gewoon bij de strot grijpen, vastzetten en gewoon makkelijk kunnen winnen. Maar niet op deze manier. Zo verdedigend voetbal, ik hou daar helemaal niet van. Sorry. Ze hebben 3 punten, ik weet het, in Rotterdam wordt er zo gesproken. We hebben 3 punten en we gaan weer verder. En dat is waar, en dat is ook zo. Vroeger werd er meestal verloren bij PEC, nu werd er gewonnen. Dus dat is een goed teken. Maar ik heb daar niet een titelkandidaat zien voetballen. Nee. Cambuur staat er. Ik zag een vraag over Cambuur. Goeie God, die flitste in één keer voorbij. Ja, maar luister eens goed. Dat Cambuur ben ik wel een beetje van geschrokken. Ja, wat is daar gebeurd zeg? Want die winnen dus in één keer, winnen ze met 7-1 daar in Maastricht. En niks aan de hand. En stonden keurig bovenaan. En dan verliezen ze ineens. Ja, maar hey, dan moeten ze even aan wennen. Dat er ook tegenstanders zijn die niet zeggen, loop maar door, ga je gang zoals in Maastricht. Nee. Natuurlijk niet. En die Kees van Wonderen bij Go Ahead Eagles, ja, die is opgeleid door Ronald Koeman. Ja, met Nederlands elftal. En die weet hoe je dat moet neerzetten en hoe je compact moet spelen en bij elkaar moet blijven. En dat het dan moeilijk wordt voor een tegenstander. Ja, en dat heeft Cambuur. Die hebben dat nu aan de lijve ondervonden. En daarom hebben ze verloren met 2-0. Ja, dus dan moet Henk de Jong, die moet daar eventjes een oplossing voor vinden. Want er zijn natuurlijk meer tegenstanders die dat gaan doen. Ja. Wat moet Feyenoord nog gaan kopen? Nou, Feyenoord die kan helemaal niks kopen. Kopen en Feyenoord. Feyenoord kan hooguit een beetje heel voorzichtig iets huren. Als er al een speler komt. Ja, en dan hebben die Diemers gezien. Nou ja, oké. Hé, die hebben het niet slecht gedaan. En ik hoorde iedereen klagen bij Feyenoord over die Jurgensen. Nou zeg, die werd me daar afgemaakt en afgeslacht. En die kan er helemaal niks van. En die moet maar uit die ploeg en dit en dat. Jongens, even, laten we één ding afspreken. Even rustig aan met die Jurgensen. Hey, ik heb er nog steeds vertrouwen in dat het goed gaat komen met Jurgensen. Heleboel van jullie niet, dat weet ik. Dat weet ik. Ik sta daar een beetje alleen. Maar volgens mij kan die Jurgensen, die kan het nog steeds gaan doen voor Feyenoord. En het enige wat die jongen nodig heeft, dat is heel veel schouderklopjes en heel veel zelfvertrouwen. Daar gaat het om bij Jurgensen. En trouwens, even voor de jongens in Eindhoven die zitten te kijken. De PSV die speelde helemaal niet zo slecht, hè, daar in Groningen. Nee. Die liepen af en toe, dat liep al lekker te ballen. Dat kon je al zien. Die trainer die heeft dat aardig in de hand daar, die Smit. Ja, die is al goed bezig. En huppetepup en huppetepup. Ja, goed. En die Hatare, die moet gewoon niet gaan lopen zeuren en vervelen daar. Die moet gewoon lekker meedoen. Die moet gewoon gaan voetballen.
En niet gaan lopen etteren en knoeien. Hé, hey, Iatare, ophouden ermee. Oh ja, er vraagt nog iemand of ik blij ben met, dat zegt Ben Knoop, met Giacomus, Giacomakis uit Griekenland. Of ik daar blij mee ben, ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ken die hele gozer niet, nee. Maar net als die jongens bij Willem II, daar had ik ook nooit van gehoord. En deze ook totaal niet. En die maakt in één keer 3 goals. Ja, nou ja, hallo. Dan heb je waarschijnlijk wel een goede spits gekocht. Ja, dan heb je geen orgeldraaier gekocht. Nee, dus dat lijkt me goed. Ja, dus ik ga de VVV daar van harte mee feliciteren natuurlijk. Luister eens even goed, dat FC Twente, dat was op sterven na dood. Ik bedoel, die waren helemaal nergens meer. Dat was gewoon helemaal tot ziens. En, gingen ze iedereen vragen en niemand wilde. En geen enkele trainer had zin en geen technisch directeur. En uiteindelijk zei Ron Jans, die zat zich te vervelen thuis natuurlijk, na zijn check daar in Amerika. En die pakte de klus aan. En kijk wat er nu gebeurt. Ja, hij is slim met die technische directeur, met die strooier bezig. Ze huren overal van alles los en vast. En ze hebben toch een elftalletje bij elkaar gekregen. En winnen gewoon hun eerste partijtje. Nou, ik moet zeggen, dat is heel knap. Dus iedereen in Enschede, para. We gaan nokken, we gaan stoppen jongens. Het wordt tijd, hoogste tijd voor de Meilandjes. Nou, ik wens iedereen een hele goede avond en we zien elkaar volgende week maandag weer om 8 uur. Tot dan. Bye bye.